Jos, mijn naam is Stijn. Leuk dat je kijkt naar deze video. Minder leuk is dat mijn Tomos helaas is vastgenaaid. Heb je geen vastnaaier? Ik denk het. Best wel een probleempje, dus hoop ik nu bij Tomos Shop te gaan bietsen en hopelijk wat onderdeeltjes te fixen. Gelukkig ben ik niet alleen hier. Stijn, yes. Welkom. Dank je. Jij wou me wat vragen. Ja, Tomosje heb ik gehaald en ik dacht dat is leuk, want dan kan ik hier ook een keertje chillen en meedoen met Tomos. Alleen toen naaide die vast, ik geef mijn vriendin niet de schuld, maar zij reed en nu is hij stuk. Zou jij misschien wat onderdeeltjes kunnen fixen voor mij? Nou, ik wil wel wat fixen voor je. Dan gaan we dat wel in stijl doen. Oké. Okay. Oké. Okay. Yes. Oh. Hey. Dat ziet er netjes uit. Yes. Goed idee of niet? Ja, dit vind ik heel goed. Mooi. Let's go. Dus, de Tomos is inderdaad vastgelopen. Hij zal eigenlijk vrijwel helemaal uit elkaar gaan. En dat gaan we dus ook sowieso doen. Nu is de vraag, wat gaan we er eigenlijk mee doen? Ik denk dat ik best een goed idee hierbij heb, maar ik wil weten in de comments, wat willen jullie zien met of over de Tomos? Wij zijn immers samen mafketels, jij en ik. Dus aan jou drie vragen die effect gaan hebben op het project die jij sowieso moet gaan zetten in de comments. 1. Wat zullen we met de look doen? Mijn idee is een originele look die een throwback geeft naar een betere tijd. Dus eigenlijk een classic sleeper. Want 2. De setup. Natuurlijk, de basis gaan we vandaag halen, want het moet immers wel weer een hele fiets worden. Maar er kan nog veel meer worden gehaald uit dit fietsje. Dus brand los in de comments, jullie weten wat de mogelijkheden zijn. En 3. Mogelijkheden zal het ook zeker qua kleur. We gaan vaak extreem op dit kanaal op het gebied van, nou ja, humor en ook zeker de builds. En dit keer wil ik ook iets unieks doen. Alleen dit keer moet Tomos wel heel blijven, want de comments over hoe ik de poeg verbouwd heb waren niet de meest positieve comments. De Tomos is er geweest in heel veel kleuren, maar ook in het geel. Net als mafketels. Ik zit zelf dus met een soort van mafketel special in mijn hoofd, waarbij we geel combineren met unieke stickers en design die wel blijven bij de stijl van Tomos. Laat dus sowieso weten wat jij ervan vindt. Ik ga er gewoon een film in. Ja, een film. Ja? Hey Stijn, je had wat onderdelen nodig. Ja, voor paar. De Tomos. Ja. Oké, maar het was een hele lijst. Heb je gedaan? Christmas came early. Nou, laten we maar aan de gang gaan dan. Let's go. Cilinderkop. Twee keer schakelaars. Kabelsetje benodig. Bar en spiegel. Kabelboom. Ja. Een accu. Kijk, een mooi spatbord voor de voorzijde. Ja, dit nieuwe is type. Gaaf. Heel vet. Ja, tuterin. Busje voor je kickstart. Oh ja, ja. Pedaal. Andere kant van het handvat is de gashendel. Ja, dit is natuurlijk een must, zeker met die jongens erop. Ja, en ja, die handvaart, je had het nog even over dat je eventueel een andere kleur nog boven wil hebben. We hebben natuurlijk een heel leger aan handvaten in 2024. Dus die kunnen eventueel vervangen worden. Daar gaan we en nog even. Dus voor een zadel, dan zoeken we ook bij passende handvaten bij. Ja, dat is wel mooi. Ja, laten we kijken. Stijn, je wou een retro koplamp. Ik denk dat het wel een hele mooie hebben. Vertel. Dat is een mooie chrome eikoplamp. Die past precies in de voorkoord die jij nodig hebt. Even kijken. Zoiets. Ja. Is dat een beetje wat je zoekt? Dit is toch prachtig, ja. 100%. Kijk, en er past ook gewoon de teller meteen in. Ja. Oh, wat super, joh. Wil deze nemen? Ja, 100%. 100%. Pas bij de retro. Dan gaan we hier naar de echte heavy kastjes.
Kijk eens. Real Metal Tomos stickers. En mensen, dat is dus een nieuwe toevoeging bij zowel Tomos Shop als bij Koekshop. Ja, klopt. Voor zowel dus de Maxi eigenlijk als de A35 enzovoort. Check ze sowieso, ze zijn in... Ja, Mitsubishi is eigenlijk gewoon kan laten zien natuurlijk, zilver. Maar deze is in ieder geval zilver. Zilver, met wel andere kleuren. Ja, precies, want je hebt ook nog brons en goud. Ja, dit is heel vet. Ja, het wordt natuurlijk een mafketers mobiel. Wat gaat betekenen dat jullie hem sowieso gaan zien op events, sowieso gaan zien als een beetje de behind the scenes fietsje, als filmfietsje enzovoort. Dus eigenlijk komt hij heel vaak langs. En we hebben nog een bijpassende sticker. Oh, kijk eens. Think sticker. Mix sticker. Dan gaan we nu naar een hele belangrijke factor, een soort van het hartje van de Tomos. Ook al is dat natuurlijk ook wel de krukas, maar... Om hem vooruit te krijgen moet één ding pompen en dat is de cilinder met zuiger. Jij wou een hele snelle, goede cilinder hebben. Ik heb er eentje voor je. Ik wou een originele 45 lopende cilinder hebben. Ja, en dat doet deze zeker. Hij gaat zeker 45. Zeker, ja, nee, precies. Ja, perfect. Dit is een mooie alu-kit. 65 cc cilinder. Zullen we even pakken? Tadaa. Nice. Helemaal uit Amerika. Uit Amerika, mensen. Voor dat jouw vind Tomos. Ik echt gaaf. Ja, dat vind ik echt heel vet. Nou, en op de record dus gewoon origineel 50C'en. Ja, precies. Ja. Een ander belangrijk ding is een uitlaat. Jij had het over een sleeper. Yes. Dus ik heb een ontzettend mooie RS-sigaar-uitlaat. Die is super snel en lekker stil. Maar ontzettend goed, goede prestaties. Dus sowieso een tip voor jullie dan ook. Want... Ja, als het er origineel uitziet, je wilt niet te veel herrie maken, zeker in de tijd van nu met best wel veel gezeik, steeds meer omtrent, geluid en uitstoot, bla bla. Dan is dat één hele belangrijke factor. Dus, een RS sigaartje. Ga hem halen. Ja, laat me zien. Je hebt hem, de RS sigaar uitlaat. Er moet natuurlijk ook even een bocht bij, die past op jouw A35. Ja. Deze. Die hoort daarbij. En nu we toch in het vak staan, dan heb ik ook nog een hele mooie voorvoer. Goed verpakt. Oh jeetje. Dus hier hebben we de voorvork en de boutjes erbij. Oh, kijk eens aan. Aftap en de vulbout. Super. Ja. MT8 heb je hoor. Ja, alleen dit is nu dit keer niet voor de MT8. Dit is voor de Tomos. Ja. Nee, Tomos. Je bent een van de eerste die dat gaat weten. Oh, want. Moet het weten. Ja, nou ja, bij deze. Ja, er is nu een video online dat ik ermee rij naar een meeting en dan naait hij vast. En dat avontuur gaat verder hier. Opnieuw jongens, retro. Ja, een retro achterlicht heb ik al gehoord. In het chroom. Ja. Oeh, maar dat is wel nice. Ze zijn groot, dat moet ik wel eerlijk zeggen, maar tegelijk als je te klein gaat is het niet meer geloofwaardig oldschool. Dus ik ben hier wel mee eens. Deze? En ja jongens, dat is een beetje vals spelen, want het is dus voor eigenlijk een ploeg Monza. Ja, maar het heeft een mooie retro look. Juist. Zou er prima op passen. Stijn, je wou ook een apart stuur hebben. Iets van een apehanger of zo, een breed. Ja, ja, wel zeg maar niet te, maar wel dat het nog steeds oldschool is, ja. Is dit misschien iets wat je zoekt of op maat? Ik zou willen zeggen dat het niet te is. Ik vind hem wel goed eigenlijk. Ik denk als je zegt van ik wil hem klein of groter of hoog of lager. De apehangers hebben in alle maten, dus dan moet je mom ruilen. Kijk. Oh, ik loop er gewoon langs. Oeps. Dat is dus zeg maar qua eigenlijk look en volgen origineel. Alleen dan gewoon is toch eigenlijk breed genoeg, vind ik. Je moet een zadel hebben. Ja. En zou je het aandurven om een retro look? Zadel erop te doen. Iets totaal anders wat iemand nog niet gedaan heeft, of bijna niet gedaan heeft. Zeg jij een mafketels challenge? Ja, kijken we even. Is goed. Dan heb ik verschillende, maar ik weet niet welke kleur je prefereert. Een beetje bruin, honingkleurig, wat donkerbruin. Eigenlijk wat je nu allemaal zegt vind ik, dat klinkt allemaal mooi. Allemaal mooi. Deze kleur bruin. Wauw. Retro zadel. Ja, je pakt eigenlijk wel gelijk een kleur waarvan ik zeg, dat is hem gewoon. Hartstikke maar... leuk, we zullen even anderen laten zien. Daar moet je natuurlijk wel het een en ander aanpassen. Ja. Moet je even aan het werk, want je hebt natuurlijk een vierkante
zadelpen nu. Een beetje ombouwen. Er is een beugelconstructietje waarbij je dus omdat die twee asjes vast je kan klemmen bij een penconstructie van het zadel. Maar ik heb natuurlijk een vierkant constructie bij de tomos. Dit is die andere kleur, is wat lichter. Je kunt de bevestiging zien. Hè? Dus als je daar een aanpassing zou kunnen maken op jouw vierkante pen. Ja. Met die blokjes die hebben we, die zouden erop moeten lassen. Ja. Maar dat is iets dat ik aan jou overlaat. Yes. Dit is wel een tintje lichter. Ja, dit zou ik zeg maar eerder zetten op een Indian Chief of zo. Ja, je vindt dat donkere mooier. Ja, ik vind het donkere mooier. Dan heb ik ook nog een bruine aged. Oh, dat is heel anders, ja. Ik denk dat jullie zo beter kunnen zien. Dit is echt de kleur. Oké. Is het een zwart onderstel in plaats van chroom? Ja, ik zeg maar, ik vind hem vet. Alleen als ik kijk naar de kleuren, vind ik die het mooist. Oh ja. Veren zijn groen. Oh, dat vind ik wel het mooier. Ja, dit is tot nu toe nog steeds wel mijn go-to. Ja. Alleen het is voor de kijkers natuurlijk wel jullie thuis even leuk dat je weet dat er meerdere kleuren zijn. Oh, qua constructie of structuur. Deze is toch wat fijner, het zadel. Ik denk niet dat je dat moet nemen. Deze is nog dunner dan, dan die andere? Nee, dan inderdaad. De andere is iets breder. Ik vind die, ik denk dat je hem gewoon gelijk, noem je dat ook weer? Je hebt de kop van de naald, de kop van de... Spijker op zijn kop geslagen. Ja. Nee, ik hou hem bij, eigenlijk die first pick was eigenlijk, super vet. Dan nemen we deze mee. Dan moeten we eigenlijk alleen eventjes kijken of we handvaten hebben. Die, handvaten? Ja, passen bij dat zadel. Dat is denk ik de mooiste combi. Dit is totaal niet scripted hoor. Even je veters drukken. Ik heb ze gevonden. Ik heb de perfecte... handvaten die erbij passen. Is dit wat? Volgens mij past het ook wel qua kleur. 100%. Ja, doe alles even erbij houden. Kijk eens. Nou. Wow. Helemaal perfect. Deze? Doen we die erbij? Ja, 100% man. Heel graag. A few moments later. Nou. Komt die mafketen nou nog of? Met zijn spulletjes? Nou, dat is wel mee hoor. Heb je kunnen vinden? Ja, helemaal super. Ja? Ja, helemaal goed. Super. Nou, hé, later! Oeps, jongens, dit gaat zo sick worden.